Ik wil ook nog even graag praten over verdriet en zo. Ik ben nu niet verdrietig voor het eerst in 5 jaar rond deze tijd. Maar ja, dat is heel erg fijn. Maar ik weet wel dat er velen zijn met wel verdriet op dit moment, of überhaupt. En wat ik daarover wil zeggen is, take care of yourself first. En als het je lukt, take care of others. En je weet toch, probeer gewoon een beetje lief te zijn. Dat is goed voor elkaar. Hoe jullie nu lief zijn voor mij, doe dat ook voor elkaar. En dan komt het niet allemaal goed, maar het verzacht wel een klein beetje whatever is going on. Zet maar aan net voordat hij dropt. I can put on a show. Tover lach op gezicht. I can do it with more. Ben niet in evenwicht. I can put on a show. Want ik doe het voor jou. I can do it with more. Deze wereld is koud. Oeh. Kan wel hard zijn. Weet nog niet zeker. Hard. Ik vind muziek gewoon heel vet. Ik heb gewoon altijd muziek gehoord. Gewoon vanaf dat ik klein ben. Ik heb altijd oortjes in gehad. Ik heb altijd muziek geluisterd. En op een gegeven moment kwam ik heel erg in die Nederlandse hip-hop terecht. Dat ik daar veel naar ging luisteren. En toen dacht ik eigenlijk van, nou ja, ik had er gewoon een paar moed. En toen dacht ik, als jullie het kunnen, dan kan ik het ook wel. Jezus mina. Veel mensen hebben een soort verkeerd beeld over mensen die muziek maken. Of misschien over mij. Want dit was nooit mijn intentie, zeg maar. Mijn intentie is nooit geweest, ik heb nooit gedacht op een moment, ik wil gewoon artiest zijn. Dat heb ik nooit gedacht of zo. Ik wou gewoon iets doen. En toen ging ik gewoon dit doen en toen is dat gewoon op een bepaalde manier uitgepakt. Maar dat was nooit mijn intentie, zeg maar. Want ik wist helemaal niet wat ik wou. Ik had gewoon een EP gemaakt over mijn psychose. Sam heeft gisteren iets ergs gemaakt, maar ik kan me dus niet meer herinneren hoe het gaat. Het enige wat ik weet is dat het echt iets was waarvan je nooit had verwacht dat we zoiets zouden maken. Het is een soort van indie of zo. Dit is zo hard. Dit is zo hard. Echt niet normaal. De eerste paar tunes die gemaakt zijn, die zijn allemaal via het internet gegaan. En ik zie nog niet in het app. En toen later hebben we elkaar dus ontmoet en hebben we nog een keer een laatste tune gemaakt voor onze Psychotica. En ik had niet zozeer verwacht dat ze heel agressief was of whatever. Want die muziek is natuurlijk wel een beetje agressief en duister. Maar ze is hartstikke vriendelijk en heel... Ja, ik dacht, nou, ze is eigenlijk best normaal. Klinkt heel gek, maar heel normaal eigenlijk. Een hele lieve meid. Maar alleen als ik echt dat heel graag wil. Ik kan van je houden, ik kan je vertrouwen. Maar alleen als ik zeker weet. Ik kan voor je zorgen, ik kan voor je zorgen. Maar alleen als ik echt dat heel graag wil. Ik doe altijd alsof het niet zo erg aan de hand is. En dat ik mezelf niet helemaal gek maak. Maar nu gaat het moment zijn dat het wel aan de hand is. Ja? Ja. Oké. Ik weet niet of je even in de zaal wil kijken of zo. Mag dat? Hoe ga ik dat doen? Nou, ik had maar verzartjes spullen aan moeten doen, doei!
Ik vind het wel epic hoor, dit. Maar er komt een doek of zo? Of hoe... Gordijn, denk ik. Ja, maar, ja. Ik vind het... Ik voel me een beetje Jet Rebel, maar ik heb geen skateboard bij me. Maar Jet Rebel ging hier gewoon even met de skateboard. Ik moet nog even wennen aan optreden en zo. Toen ik 14, 15, 16 was, toen vond ik Shine op zich wel cool. Een soort van aandacht was toen best wel cool. En ik weet dat het, door dit zeg ik wel heel moeilijk maar voor mezelf, maar ik vind die spotlight, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet plaatsen. Zo van, ik ben nu wat ouder en ik ben nu wat wijzer en nu besef ik me eigenlijk dat ik die spotlight shit heel moeilijk vind. Dus ik moet daar gewoon nog, ik moet daar mee leren omgaan, want anders is het niet. Ik moet dat wel echt doen. Ik denk dat ik het wel in me heb om het uiteindelijk te laten lukken en uiteindelijk me heel erg op mijn gemak voel met wat ik doe. Maar ik denk dat dat gewoon nu nog te vroeg is. Ik denk dat het wel een lange weg wordt, maar ik heb wel geduld. Ik denk dat het ons wel gaat lukken. Maar eerst zien dan geloof. Hallo. Hallo. Ik ben Abel. Stien. Je had me uitgenodigd. Ja. Daar kom ik binnen. Kom binnen. Zo, Stien, wat een leuk huis. Ja, hè? Mag je lekker zitten. Dankjewel. Wil je koffie? Nou, heel graag. Kijk eens, helemaal zwart, hè? Zij. Heerlijk. Ja hoor, dankjewel. Hé, hey, Stien, leuke ouderwetse naam. Ja. Wie heeft die bedacht? Mijn moeder. Je moeder. Heet oma ook of zo? Of? Ja, mijn overgrootoma heet Stien. Oké, ja, ik vind het een leuke naam. En met wie woon je hier? Met mijn moeder en mijn tweelingbroer en mijn kat. En je kat. Er is vast ook nog een vader. Ja, ik heb een vader, maar ik heb geen contact eigenlijk. Ik weet wel wie het is en hij woonde ook in mijn oude dorp. Mm-hmm. Maar ik zag hem ook bijna niet en ik heb daar geen behoefte aan. En hij is denk ik ook gewoon niet in staat om ons op te voeden en dat zou ik ook niet willen. Oké, dus daar heb je geen contact mee? Nee. Dus het is een beetje druk geweest en rommelig ja, en niet echt... Rust, regelmaat en reinheid. Hè? Nee. Ik was wel aan de ene kant denk ik heel aanwezig, maar aan de andere kant ook heel erg onzeker, heel erg verlegen. Dingen maakten heel erg veel indruk op mij en ik wilde graag alles weten, maar ik wilde mezelf ook heel erg afsluiten van allemaal dingen die prikkels waren of heftig waren of moeilijk. Ik denk dat ik me heel erg vroeg heb gerealiseerd dat het leven niet een roze wolk gaat zijn en dat het ook nooit zo gaat worden. Het verdriet wat wij denk ik hadden als gezin, hadden gewoon een hele grote impact op mij. En toen moest ik naar de middelbare school. En ik had daar wel vriendinnen en zo. Maar ik begon gewoon heel erg verdrietig te worden over dingen en heel erg in paniek te raken. En toen... Ik vond die middelbare school, de gangen, de mensen, kinderen die elkaar duwen, kinderen die elkaar pesten, kinderen... Ik vond het vet heftig, de geuren van de klaslokalen, de geuren van de gangen, de vloeren, alles was heftig. En ik kreeg op een gegeven moment mijn haar was hier ineens weg. Dus ik had ineens een soort kale plek hier. Wat ook echt helemaal mij opfokte, omdat ik gewoon vet onzeker was. En ik had hier ineens een soort kale plek. Het was Sinterklaas en we gingen met de eerste klas van de middelbare school gingen we surprises maken. En wij hadden echt een rot surprise voor iemand gemaakt. Die was daar heel erg verdrietig van. En toen heeft mijn mentor dus gezegd, oké, Stien, wil je in de klas blijven of wil je even uit de klas? Nou, toen ging ik even uit de klas en aan het einde van de les kreeg ik een briefje. Echt zo'n school met allemaal lijntjes. En er stond bijvoorbeeld, ik vind Stien intimiderend. En dan had hij daar bijvoorbeeld 6 turfjes achter gezet. Ik vind dat Stien snel boos wordt. En dan had hij daar bijvoorbeeld 7 turfjes achter gezet. Ik heb begrip voor Stien's situatie. En dan had hij daar achter geturfd. En eigenlijk allemaal dat soort shit gewoon. Ik vind, ja, weet ik veel. Gewoon echt heel fucked up. En dat is de dag dat ik stem in mijn hoofd heb gekregen. Toen fiets ik naar huis en toen hoorde ik ineens mensen in mijn hoofd. Het waren kleine opdrachten en dingen als bijvoorbeeld dat je dood moet eigenlijk. Maar dan op heel veel verschillende manieren waarom je dat dan zou moeten. Het begon eerst met één stem. En dat zijn uiteindelijk 2 geworden.
toen ik in de war raakte. En die zijn eigenlijk altijd gebleven. Mijn moeder zei vroeger altijd, als je bang bent, moet je op je buik liggen. Dus ik ging iedere avond op mijn buik liggen en dan dacht ik, ja, misschien hoor ik het dan niet meer of zo. Maar ik snapte het gewoon echt niet. Ik ben gewoon bang dat ik zeg maar op het podium sta en dat ik dan in één keer na ga denken over het leven waar ik op dit moment, wat ik op dit moment leef, en dat ik dan in één keer blackout gewoon. Daar ben ik heel bang voor. Ja. Dat ik in één keer al mijn tekst vergeet. Maar je hebt een tracklist, op een begint het nummer gewoon. Ja, en stel dat ik het vergeet met zingen, dan moet jij het toch een beetje voorzingen. Ja. Dat is ook bij Noordslag, hoor. Ja. Bij Storm. Oh, zo. Ik zou KMB zingen. Ja, echt. Ja. Ik zou souffleren. Ja, oh. Ja. Toen was ik ook in paniek, toen had ik ook een blackout. Mm-hmm. Maar die heb ik wel goed... Zeker, en voor het publiek was het ook echt amper te merken. Ik heb daar niks van gezien. Fuck Jill, ja. Maar ik wil even één ding vragen, want dat weet ik echt niet. Als je op het podium staat en mensen maken geluid of klappen, hoor je dat dan heel erg? Zeg maar, hoor je heel erg hun geluid, waardoor je misschien de beat niet meer goed hoort? Nou, volgens mij niet. Ik heb dat nog nooit meer teruggehoord. Oké, want dat was mijn enige angst. Maar die is nu weg. In de eerste. Nee, ja, dat ik gewoon niet meer zo goed hoor. Niet schrik voor mij. Nee, echt niet. Ja, dat ik in één keer denk, oh, ik hoor mezelf helemaal niet door deze mensen. Zij was heel outspoken over haar situatie daarvoor, dus over waar ze vandaan kwam en wat ze had meegemaakt, zeg maar, en de mentale uitdagingen waar ze voor had gestaan in de hele recente geschiedenis, toen ik haar voor het eerst sprak. Dat is iets waar je rekening mee houdt. En anderzijds vind ik dat ook altijd wel meteen, het is wel meteen een soort fundament, omdat je weet dat een artiest die al echt heel veel heeft meegemaakt in de krochten van het leven heeft rondgespookt, dan weet je wel dat daar al heel veel aan de hand is in die persoons hoofd en hart. Maar er was één guy in de zaal, die zei tegen mij, ik keek hem gewoon aan en zei, oprotten joh! Niet. Maar echt zo'n boer toch? Zo simpel is die joh. En ik zit echt, oké, filter dit gewoon. Oh, dat is what the fuck, ouwe. En besef dat het voor misschien wel 9 van de 10 mensen, misschien wel 99 van de 100 mensen voor het eerst is dat ze jou zien. Ja, precies. Dus wat je ook krijgt qua reactie is gewoon dat gewoon dit gebeurt. Maar dat hun gezicht gewoon gaat hangen, dat je denkt, vind je het niet leuk, maar iedereen, ja, maar het is nieuw, toch? Judge, dus ja, als je zelf iets nieuws ziet voor het eerst, ja, ga je ook gewoon, ja precies, judgen, ja, je weet niet wanneer een drop komt, je weet niet, ja, anticipatie zit er nog niet in, dus automatisch krijg je dat niet, maar ik denk dat... Je gaat achteraf wel merken hoeveel mensen het... Ik hoorde van de mensen hier, ik heb zelf niet gekeken, maar ik hoorde wel van iedereen hier backstage dat het... Yeah. You did very good. Zullen we dat? Doei! Hoe zij omgaat
en hoe zij praat over de dingen die zij heeft meegemaakt, dan wel hè, de mental issues, is denk een unieke... zij maakt haar een heel uniek meisje vergeleken met alles waar je mee dood wordt gespamd deze dagen. Als ik naar haar kijk, dan kijk ik waar ik denk dat het ooit heen gaat. En ik denk dat we hier te maken hebben met een hele sterke vrouw die een hele hoop andere meiden heel krachtig kan maken, hopelijk. Is het zwaar? Nee, joh. Zijn werk. Hi, schat. Kan je komen? Oh, tering. Kan ik naar jou komen? Ja. Oké, top. Oké, je moeder heeft die koffer al gebracht. Nee. Misschien moet het ergens anders. Maar het is wel heel mooi. Hij doet het hoor. Lekker. Leuk. Hoi. Nou, je gaat je helemaal doodschrikken. Maar de hele woonkamer is helemaal anders. Niet. Ja, er zit allemaal spullen in. Nou, ik vind het mooi. Maar vind je het echt mooi? Ja. Maar dit ziet er niet uit. Maar kijk hoe het hier uitzag een week geleden. Kijk wat je al hebt. Je kan soms ook gewoon even... We hebben het hier over gehad. It. Nou, ik laat het wel gaan. Maar dit vind ik wel heel vet. Wat is dat voor eng, joh, spooky. Zie ik wel eens kijken. Oh, en je moeder had er allemaal in gedaan deze ochtend. Doei, ik kan ook op vakantie gaan. Zullen we even naar kijken? Kijk, Stien. Oké, welkom bij Therapie Thursday. We gaan vandaag allemaal ons gevoel leggen in de schilderij. Toen begon ik heel erg in een soort wereld te komen waar ik nog nooit was geweest. Dus bijvoorbeeld op Tumblr had je allemaal soort van emo-pagina's. Maar dan zag je ook bijvoorbeeld dat mensen automutileerden en zichzelf pijn deden. En toen ging ik dat ook doen. En toen ben ik een keer gevallen met gym. Toen brak ik mijn arm. En toen stroopte de gymjuf mijn arm, mijn mouw op. En toen zag ze dat. Toen moest ik naar het ziekenhuis. En overal zagen ze dat eigenlijk. En toen hebben ze gezegd van ja, misschien moet je een keer gaan praten met de GGZ. Nou, ik heb echt wel eens bloedserieus aan zitten schilderen hoor. Heel de dag. 3 maanden lang. Allemaal kunstwerkjes maken. Nee, als je opgenomen bent, eigenlijk moet je dat zien als een bejaardenhuis. Je hebt een soort schilderkamer waar je heel de dag lekker spelletjes kan doen. Een beetje schilderen, een beetje knutselen. Dat is eigenlijk ook letterlijk wat je doet met je dag als je opgenomen bent. Ik kon er altijd wel om lachen. Ik heb wel gekke shit gemaakt toen ik opgenomen was. Heb je dat ook wel mooie shit, ja, het staat wel thuis. Bij mijn moeder. Ik heb wel echt mooie dingen gemaakt. Heb ik nog nooit gezien, die dingen. Die zijn wel echt mooi. Dan kan ik wel weer vragen of ze dat wel meenemen. Ik wist echt niet wat me overkwam. En ik kwam daar binnen en... Ik moest daar 3 weken dan dus blijven. En het was een gesloten afdeling, dus je mocht ook niet zomaar weg. De kinderen die daar waren opgenomen, waren gewoon echt heel erg in de war. En ik was, denk ik, op dat moment niet in de war. Maar wel heel jong. En heel beïnvloedbaar. Dus alles wat ik zag, nam ik heel erg helemaal op. En dat zie je heel erg veel in psychiatrie, zeker in de kinderpsychiatrie, kopieergedrag. Ik weet nog dat wij bijvoorbeeld een dag in Artes waren en dat er een meisje was die het gevoel had dat ze werd gevolgd. En dan denk ik dat ik uiteindelijk daarin heb overgenomen dat ik ook dacht dat ik werd gevolgd. En heel erg veel automutilatie. Op heel veel verschillende plekken. Dan zei de meisje bijvoorbeeld, ik doe het op mijn borst, dan ziet niemand het. En dacht ik, oh, dan doe ik het ook op mijn borst, want dan ziet niemand het.
alles wat ik in mijn handen kreeg, maakte ik stuk. Ik was zo boos op het leven, ik snapte het dus helemaal niks. Ik deed elke potlood voor potlood. Had ik een hele etui of een hele bak vol met stiften, potloden, stuk voor stuk maakte ik ze allemaal stuk. Ik schreef allemaal dingen op mijn muren met lippenstiftjes en een soort van tering, heftig. En toen ben ik eigenlijk gedwongen opgenomen en ik ben daar heel lang niet uitgekomen. Dus ik denk dat ik wel misschien in totaal wel 5 maanden lang in en uit ben opgenomen. Achter elkaar. Ik was gewoon heel bang. Er waren heel veel meeuwen daar. En ik dacht bijvoorbeeld dat in de nacht de meeuwen in mannen veranderden. En dat die mannen bij mijn ramen gingen staan. Dat dacht ik altijd. Want er waren zoveel, ik snapte het niet. Het heftigste wat ik heb meegemaakt, denk ik, is dood willen. Dat je dus niet meer wilt leven. Dat is het allerheftigste ooit. En dat je dus tegen jezelf keert en jezelf dus pijn wil doen. Dat is gewoon een hele traumatische gedachte dat je dat wilt. En ik heb stemmen in mijn hoofd die daar ook heel erg aan meedragen. Ik begon steeds vaker op verschillende manieren zelfmoordpogingen te doen. En dan kwam ik op een gegeven moment zelfs ook een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En ik begon steeds weg te lopen, dus dan rende ik in de nacht weg over het hek. Als ik een sigaret mocht roken, dan ging ik gewoon klom ik over het hek stiekem en dan was ik in één keer weg. En op een gegeven moment is het een aantal keer zo uit de hand gelopen dat ik dus in een isoleercel moest. Ik was gewoon zo wild, ik wist niet meer wat er links of rechts was. En ik spuugde de hele tijd tegen het raam, want ik wilde er echt heel graag uit en dat kon niet. Het was echt fucking intens. Eén keer werd ik dus ongesteld tijdens het geïsoleerd zijn. Ik was al wel weer echt rustig. Ik had ook geslapen en ik werd wakker en toen was dat gebeurd. En je hebt zo'n bel. Maar omdat ik zo vaak op die bel had gedrukt, kwamen ze ook niet meteen. Dus toen kwam er een vrouw en die vrouw die zei, wat is er? En toen zei ik, ja, ik ben ongesteld geworden. Ik zou heel graag gewoon, ik heb daar iets voor nodig. En ik was natuurlijk 14, dus dan ben je al vet ongemakkelijk over alles. En toen vroeg ik aan haar, mag ik iets? En toen zei ze, nee, ik kan je niks geven. En dat was zo heftig dat hun die macht op dat moment hadden over mij. Om dat dus te kunnen bepalen, of dat heeft mij echt echt heel erg opgefokt. Dus mijn moeder heeft toen gezegd, vanaf nu, elke keer als jullie Stien in de isoleercel willen doen, dan bellen jullie mij en dan kom ik haar ophalen. Want dit kan niet. Zij wordt alleen maar gekker en dan gaat het alleen maar vaker gebeuren en straks zitten we in een situatie met z'n allen waarin we niks meer met Stien kunnen. Mag ik heel snel hier iets opnemen? En dan moeten we zelf boodschap gaan doen. Mag ik mezelf horen? Oh ja, ik hoor mezelf horen. Ze raakt mensen heel erg goed op haar eigen manier. Op de manier hoe ze zingt, op de manier hoe ze woorden zegt, hoe ze neuriet, zeg maar. Dat is eigenlijk al heel erg doorslaggevend eigenlijk, als zij neuriet bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel gek aan Stien. Ze kan dat gewoon. Ze heeft een soort magie in haar stem. Ik zou Stien meer omschrijven als een soort de Björk van Nederland of zo eigenlijk. Ook heel veelzijdig en apart. En alsnog heel schattig, zeg maar, zo te zeggen. Ik heb gewoon besloten dat ik absoluut niet een niche wil zijn. Want dat vind ik gewoon niet echt my type corner. Maar ik weet niet of ik commercieel wil zijn, want dat is eigenlijk ook niet echt mijn type corner. Van de muziekindustrie. En nu weet ik het niet meer, wat ik wil. Maar ja, dat maakt niet uit. Want nu weet ik inderdaad niet wat ik wil, maar ik heb wel hard liedjes gemaakt. Dus dat is wel eventjes een goede motivatie voor mij. Want ik kan soms heel zwart-wit denken. Ik kan soms gewoon alleen maar in twee uitersten denken. Maar nu is er wel weer een soort middenweg gevormd door middel van harde liedjes maken. Nou, Stien is ook
kan ook heel erg stil zijn. Dus als er iets is, dan zegt ze dat ook niet altijd tegen mij of tegen anderen. Dan merk ik al van oké, dit is het moment waarop ik even moet vragen hoe het gaat. Of dat ze iets nodig heeft, of dan bel ik er even voor een gesprek. Je wilt op zo'n moment natuurlijk het liefst weg of je probleem oplossen, maar dan zit je nog aan een verplichting vast, als een show of een sessie. Als je bij een show bent met allemaal mensen die vragen gaan stellen aan jou en die wat verwachten van jou, dan is dat ja, heel vervelend en heel moeilijk. En dan, dan is het beste gewoon snel de show doen en dan zo snel mogelijk weg. En het probleem fixen. Wilde met een lach gaan, kon de regel weer niet weerstaan. Waarom ben ik ongelukkig zonder reden? Blijf aan de verkeerde stem mij niet te geven. Hey, maar zonder reden gaan we nooit meer doen. Never ever again. Nooit meer. Never ever again. Laat hem hier. We laten hem hier in Scheemda. Laat hem hier in Scheemda. Zonder reden laten we in. Zonder reden. We laten zonder reden in Scheemda, maar dat gaan we niet meer doen. Dat was echt. Zonder reden, dat is een super suicidaal liedje. Ik ben nu niet suicidaal. Misschien zijn andere mensen wel suicidaal nu die in mijn zaal staan. Dus kijk naar mij. Ik zeg dat. Hun weten precies wat ik bedoel. Het is gewoon triggering. En voor mij is het ook triggering. Want zeg maar, dat is gewoon heel heftig. Dat is gewoon heel heftig. Dus ik vind dat te heftig om te doen. Op een gegeven moment kwam bij mij een soort besef. Als je nou je examen haalt, dan ben je er vanaf. Dus toen heb ik die zomer gezegd tegen de thuishulp, tegen de psychologen, tegen de psychiaters, tegen mijn moeder. Ik ga het nu alleen doen, want ik heb het hier niet zo op. Ik heb hier geen zin, ik wil dit niet meer. En eigenlijk sinds ik dat doe, of het op deze manier doe, gaat het gewoon heel goed met me. Het allergrootste keerpunt is dat ik toen besefte dat het op mezelf aankomt. Dus op niemand kan je toch uiteindelijk bouwen. En dat bevalt me heel goed. En ik kan ook heel trots zijn op mezelf, dat ik denk van goh, je hebt dit toch weer gefixt. Ik kan dan trots zijn als ik gewoon boodschappen doe. Als ik boodschappen heb gedaan, denk ik, oh vet. Ik heb dit gaan zo wassen, ik heb wasmiddel gekocht. Ik vind dat allemaal vet. Wende Snijders, de allersickste live artiest van Nederland. Stien leert mij iets over taal. Leert mij iets over haar binnenwereld, haar manier van met een DJ werken en met elektronische muziek werken. Die, weet je wel, zij houdt altijd haar eigen ding, maar ik haal er iets uit. Weet je, wat ik dan weer voor mijn ding kan gebruiken en dan maak ik er weer mijn eigen dingen van. En dat was nooit gelukt als ik haar niet, weet je wel, niet met haar had mogen samenwerken. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem, zuiver in de leer, tot in het merg bam geweest. Op het stupide en futiele af met oogkleppen en onder trouw, voor alles altijd bam geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Het liedje is geschreven door Joost Zwagerman, dus dat is super heftig beladen. En ik wou het eerst herschrijven en dan met mijn eigen angst daarover vertellen. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik daar niet aan kon tippen. Dat ik dat niet. Ik wilde dat gewoon echt in zijn waar laten en met mij. Dat doen. Ik vond dat gewoon niet vet genoeg, dus heb ik Wende gebeld en heb ik gezegd van ja,
ik doe het niet. Ik ga het niet doen. En ze zei eigenlijk van ja, ik wil het eigenlijk wel heel graag doen met jou. Dus we kunnen het ook samen doen. En nu doen we het samen. Gewoon het origineel. Maar meer dan voor die vragen. Dus het is ook goed als je er emotioneel van wordt. Ik word er zelf ook emotioneel van. Ik heb nu heel vaak geluisterd en elke keer ontdek je weer een nieuwe zin of een nieuw iets. Waarvan je denkt van oh ja, sick. Dat is wel echt leuk. Voor alles altijd bang geweest. Ik kreeg zoveel mensen allemaal die het allemaal zo vet vonden en zo, maar ik snapte dat niet zo goed. Het is een heel egoïstisch album, het gaat alleen maar over mij. En ik vond het heel sick dat het ook over vet veel mensen ging. Maar ik heb het nooit gemaakt, ook met een intentie om andere mensen te helpen. Ook dat, op dat moment echt niet. Ik heb het gewoon echt gemaakt, gewoon, en that's it. En toen begon er gewoon een balletje te rollen. Langs allemaal mensen en allemaal mensen die ook hier heel veel problematiek in hebben ervaard. En ik heb zelfs psychologen of psychiaters die werken voor instanties die mij soms nog wel eens berichten sturen van yo, kan je me alsjeblieft een keer uitleggen? Want ik zou het al graag anders willen doen. Ik heb zelfs wel eens gehoord, ja, ik was een tijdje opgenomen en toen hebben ze mij jouw tape aangeraakt. Maar ik vind die verantwoordelijkheid ook heel heftig. Want heel veel mensen denken dat ze aan mij hangen. Of dat ze iets aan mij hebben. Maar een van mijn handleidingpunten is egoïstisch zijn in mijn gevoelens. De minder dat ik iedereen ga helpen, dan word ik zelf ook weer een zootje. Ik hoop gewoon dat mijn muziek daarvoor genoeg is. En ik denk ook echt zelf dat ik hiermee een verandering kan maken. Mij lijkt het heel lekker om bijvoorbeeld fucking sick rijk te worden binnen 3 jaar. En dan te stoppen. En dan het geld dat ik heb, dat ik daarmee ga investeren in sicker shit voor andere mensen. Zo van, in de jeugdzorg. Ik zou door middel van deze muziek hier in de toekomst gewoon nog heel veel dingen kunnen veranderen. Het gaat soms nogal wel kut met mij. En ik hoor ook nog wel stemmen in mijn hoofd, maar ik ben gewoon echt stabiel. Ik wil gewoon dat randje niet meer bereiken. Voor mijn stal, alleen om mijn brakken, hey. Mijn moes zijn zo bald, maar ik heb just in shoes. Ik kan er niks aan doen, hey. Mijn moes zijn zo bald, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan doen, nee. Mijn moes zijn zo koud, zo bald. Mijn moes zijn bald, hey. Ze zeggen dat het allemaal moeilijk is, maar dat doen ze zelf. Het is zo koud, voelt Stone Island. Move so bold, je kent mij niet, nee. Je kent mij niet, nee. Voel me Stone Island, doe me plakken, nee. Mijn moves zijn zo bold, I can trust it's yours. Ik vulde met mijn licht, ik deed vaar, mijn ogen dicht. Als ik dacht dat het eng werd, maar meestal was het niet eens eng. Ik vulde met mijn licht, ik deed vaar, mijn ogen dicht. Als ik dacht dat het eng werd, maar meestal was het niet eens eng. Ik vulde met mijn licht, ik deed vaar. Die ik ooit heb gemaakt. Dus luister even carefully, besef even hoe sick ze zijn. Ik ben fucking trots op dit album. Ik ben op dit moment gewoon de persoon die ik wil zijn. En ik vind mezelf best wel vet. Storm on my
storm om mij heen. Het stort om mij heen, het stort om mij heen.